Zo'n wedstrijd waarbij de tegenstander vooral wilde verdedigen en jullie vooral wilden aanvallen. Ja, zeker. We kwamen ook hier met intenties dat hun dat zouden gaan doen. Veel meer verdedigen dan aanvallen en dat bleek ook. En ik vond dat we wel stabiel wedstrijd ingingen en veel hebben gecreëerd en hebben goed resultaten uitgekomen. Ja, het is een wedstrijd waarvan jullie er dit jaar denk ik heel veel gaan krijgen. Tegenstanders die zich ingraven en jullie moeten de openingen zoeken. Ja, zeker. Ik denk omdat we al twee keer kampioen zijn geworden, dat veel teams niet met een soort van angst, maar meer onder de indruk van ons zijn. En ik denk zoveel mogelijk om doelpunten te voorkomen in plaats van dat het grote uitslagen worden. En ik denk daardoor dat ze zoveel inzakken en dat we tegen zoveel teams zo komen te spelen. Ja, een extra verantwoordelijkheid voor de verdedigers van PSV om die counters dan te elimineren. Ja, zeker. Omdat we domineren veel en we spelen veel op tegenstander zijn helft. En het is een behoorlijke taak voor de verdediging om alles op slot te houden. Dat is gevaarlijk. Ja. Goede opstelling van Cocu vanavond? Ja, altijd wel een goede opstelling. Zeker als je zelf ook speelt, natuurlijk is het een goede opstelling. Ja, omdat het elke week weer spannend is. Wie van de trio Willems, Arias, Brunette, welke twee spelen er? Soms zit jij op de bank. Nu was jij weer eerste man. Ja, zo te zien wel. Ja, hoe ik het altijd zeg, we laten ons alle drie van onze beste kanten zien. En dat is gewoon de keuze van de trainer. De 13e uitoverwinning op rij, dat is een mooi record. Ja, zeker een mooi record. Ik las al zoiets dat we in 60 jaar er niet hebben geflikt. Dus zeker een mooi record.